Ze dachten het personeel voordelig bij te kunnen laten scholen, maar het wordt een enorme strop. Transportbedrijven krijgen tonnen naheffing van de Belastingdienst. Goedenavond. En verder vandaag. Wapenveld zit in haar maag met een groep krakers. Bewoners zijn de overlast meer dan zat. Er zijn de laatste weken al tientallen aanhoudingen geweest. De middenstand die zijn overdatum voedsel weggooit, dat halen wij uit de vuilnisbak. We hebben geen geld, we willen eten. Ik zie het daar het kwaad niet van in. En zingen over zwart als roet kan volgens sommige liedjeschrijvers echt niet meer. Maar is dit dan een goed alternatief? Hij is hier voor jou en mij, kom er maar bij. De kinderen moeten het kunnen begrijpen, vooral. Nou, daar hebben we voor gezorgd. Ze voelen zich belazerd. Achterhoekse transportondernemers dachten een belastingvoordeel te krijgen als zij hun chauffeurs een opleiding gaven. Maar het werkt volledig in hun nadeel, want die Belastingdienst eist nu tonnen terug omdat die opleiding, achteraf gezien, niet voldoet aan de eisen. Transportondernemers zie je niet vaak zo gezamenlijk optrekken. Door de crisis is de concurrentie moordend, maar in dit geval maken ze een uitzondering. De concurrentie is hevig. En het wantrouwen is ook enorm. Ondanks dat trekken we met 5 transporteurs op. Dus dat zegt al genoeg hoe hoog ons deze kwestie op dit moment zit. Beroepschauffeurs moeten elke 5 jaar bijscholing krijgen. Meerdere bedrijven in de Achterhoek hebben hun chauffeurs daarom een opleiding op het Graafschap College in Doetinchem laten volgen. De kosten daarvoor mogen ze aftrekken van de belasting. Zo was ze tenminste verteld. Mijn verbazing is schetsen dat 2 jaar na data middels een belastingonderzoek blijkt dat de opleiding niet aan het criterium volgens de Belastingdienst heeft beantwoord. En dat op inhoudelijke argumenten niet in aanmerking komt voor de belastingaftrek. Ik vloek niet vaak, maar op dat moment heb ik wel een paar keer gevloekt. Ja, dat klopt. De opleidingen voor tientallen chauffeurs hebben tonnen gekost. En die moeten nu dus alsnog worden overgemaakt naar de Belastingdienst. Terwijl de bedrijven was voorgehouden dat dit niet hoefde. De opleiding had zelfs een keurmerk van de overheid. Transport en Logistiek Nederland roept de Tweede Kamer nu op in actie te komen. Deze ondernemers hopen vooral dat de Belastingdienst hun schuld nu kwijtscheldt. Wij zijn in zee gegaan met een onderwijsinstelling die aan alle richtlijnen voldeed. En waarvan we vanuit mochten gaan dat we daarop konden vertrouwen. En nu blijkt dat misschien niet zo is. En dat is in de kern het probleem. Zowel de betreffende opleiding, het Graafschap College, als de Belastingdienst laat weten vandaag nog niet te kunnen reageren. Ze zouden nachtelijke strooptochten houden en zorgen voor veel geluidsoverlast door illegale feestjes. Althans, dat zeggen bewoners van Wapenveld. Het dorp in de gemeente Heerde kampt met overlast van een groep krakers die haar intrek heeft genomen in 2 leegstaande panden. De bewoners zijn het zat, de krakers zeggen niemand kwaad te doen. Vorige week werd hier op het Ennerveld een feestje van een groep krakers vroeg in de ochtend stopgezet. Het is het zoveelste incident in een periode van enkele weken. Dan hebben we het ook echt over geluidsoverlast. Dan hebben we het over ook 's nachts piepende auto's, heel veel lawaai. En ja, dat geeft ook een dreigend effect op de buurt. En ja, daar wordt er ingegrepen. En daar ben ik blij om. De krakers hadden het doel om daar grote feesten te houden. Nou ja, er mogen geen mensen wonen, maar er mogen wel grote feesten in Natura 2000 gebied. Ja, dat kunnen wij niet meer remmen. Ook in het centrum van Wapenveld is nu een gebouw bemand door krakers. Maar zij voelen zich vooral verkeerd begrepen door de gemeente en de inwoners. We zijn echt geen beesten of weet ik veel wat. Ja, we spreken normaal Nederlands. We stelen niet heel de buurt leeg. De politie die heeft zeg maar ook een beetje een beleid op het moment, weet je wel, dat ze bekant in de bosjes liggen te wachten op ons. En ja, heb je toevallig een schroevendraaier in je auto of wat dan ook, noem het op. Dan word je al opgepakt wegens het hebben van inbrekersgereedschap. Ook de lokale ondernemers hebben de komst van de krakers opgemerkt. De middenstand die zijn overdatum voedsel weggooit, dat halen wij uit de vuilnisbak. We hebben geen geld, we willen eten. Ik zie het daar het kwaad niet van in. De gemeente is niet blij met de situatie. U mag van mij aannemen dat dossier door hen zelf behoorlijk opgebouwd wordt. Dus pas dan kunnen wij als overheden iets ondernemen. Het is nog onduidelijk wat er met de panden in Wapenveld gaat gebeuren. Bewoners hopen binnenkort met de provincie om tafel te gaan om daar een oplossing te zoeken.
Zwarte Piet, hij is nog niet in ons land, maar wel volop in het nieuws. Kunnen we hem nog wel zwart noemen of knecht? Een Apeldoornse tekstschrijver vond van niet en herschreef de Sinterklaasliedjes. Kaatsenballen maakt plaats voor chocomunten. En Zwarte Piet wordt Lieve Piet. Met de nieuwe liedjes, het is wel even wennen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je. Knecht. 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 Nee, het is Piet tegenwoordig. Oh, Piet. Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet. Want we zingen allemaal blij een lied. Sommige mensen vinden het vervelend dat Piet Knecht wordt genoemd. Niemand vindt het vervelend dat Piet Piet wordt genoemd, want zo heet hij. Nou, dan zijn we toch klaar. Theo Keizer en Paul Paschier herschreven daarom de 25 populairste Sinterklaasliedjes. Maar die nieuwe teksten zijn nog wel even wennen. Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben een goede vriend. Ook al... Opnieuw! Wees maar gerust, mijn kind. Het is de goede Sint. Hij is hier voor jou en mij. Kom er maar bij. Het is een leuk liedje, maar er ontbreekt zijn knechtje Zwarte Piet. Ja, wat mist er dan? Kom er maar bij. Wat vind je daarvan? Goed. Dat de zin, ook al ben ik zwart als een roet, er niet meer in staat, wordt in Apeldoorn niet direct opgemerkt. Toch zijn de reacties niet alleen maar lovend. Er zijn natuurlijk al heel veel negatieve reacties. En dat is vooral van mensen die eigenlijk alleen maar reageren op er is iets veranderd, help. Maar als mensen meer horen over waarom we dit gedaan hebben, dan zijn mensen meestal heel erg positief. Kinderen weten niet meer wat een bromtot met een zweep is. En kinderen weten niet meer wat een gat en een roe en wat lijfstraffen. Hoezo? Daar zijn we toch al lang vanaf in de 21ste eeuw. Nou, met wat kleine aanpassingen kunnen we gewoon weer 100 jaar vooruit met de liedjes nu. En of Piet nou zwart is of toch een andere kleur heeft, dat laten de makers van dit boek in het midden. Onze provincie zit boordevol met lekkers. Zoveel zelfs dat de grote zilverreiger het wel weet en neerstrijkt in Gelderland. De brandweer moest vanmorgen in alle vroegte uitrukken naar de Marsweg in Zutphen. Een leegstaand huis was brand uitgebroken. Bij daglicht herinnert alleen een gapend gat in het dak nog aan de brand. 'S Nachts was de brandweer met tankwagens en een hoogwerker uitgerukt om het vuur te bestrijden. Er woont nog maar een handjevol mensen in de wijk die op de nominatie staat om gesloopt te worden. Moderne tractorcombinaties, oldtimers, maar ook ploegen die voortgetrokken worden door paarden. Het was de afgelopen dagen allemaal te zien in Korte Oever. Het buurtschap bij Brummen was het decor van het Nederlands kampioenschap ploegen. Tegenwoordig gaat het ploegen van het land met moderne machines. Fruit. Maar tot in de jaren 60 werd in Gelderland op grote schaal met deze werktuigen geploegd. Beide disciplines deden mee aan het NK ploegen. En zowel het moderne als het ouderwetse ploegen moet aan dezelfde regels voldoen. Er mag geen groene rommel boven blijven liggen. Er moet mooi evenwijdig geploegd worden. En de zogenaamde eindvoor, dus dat waar je het veld mee afploegt, die moet exact op de centimeter nauwkeurig uitkomen. Dus het is echt rekenwerk. Naast het ploegen konden paardenliefhebbers ook meedoen aan het open kampioenschap boomtrekken. Ze is nogal superactief, dus het ging een beetje te snel met haar. Dus, nou, ik verwacht niet een hoge klassering, zeg ik dan maar. Dus, en dat hoef ik niet meer doen, is belangrijker dan winnen. Hoog bezoek gisteren in Groesbeek. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, John Beard, bracht samen met minister Frans Timmermans een bezoek aan de erebegraafplaats. Zijn opa heeft hier gevochten, heeft onze vrijheid dichterbij gebracht. De maten van zijn opa liggen achter mij hier begraven. Ik vond het heel belangrijk om John hier mee naartoe te nemen vandaag. In Groesbeek liggen meer dan 2300 Canadese militairen begraven die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Om hen te herdenken plaatste de Canadese minister een krans bij het herdenkingsmonument op de erebegraafplaats. Super trots zijn de inwoners van Dreumel op hun archeologische schatten. Zo trots zelfs dat ze meebetalen aan onderzoek naar historische schatten in de grond. En dat leverde een bijzondere vondst op. Dit is het gouden kraaltje wat we een aantal maanden geleden gevonden hebben op een akker in Dreumel. In het dijkmagazijn is deze gevonden kraal te zien. En die dateert uit de vroege middeleeuwen. Het bewijs dat Dreumel toen al bewoond was.
kunnen we gerust zeggen dat we dus zeker 400-500 jaar geschiedenis aan Dreumel hebben toegevoegd. De parel trekt veel bekijks uit het dorp. Ik heb nog wel heel veel rijke dingen die in de grond gekomen zijn. De historische stichting wil niet zeggen waar de Gouden Kraal is gevonden. Dat doen we liever niet, omdat er helaas ook schatgravers zijn die zeggen van... Nou ja, misschien is het wel interessant omdat ik daar ook eens ga. Het onderzoek dat de parel opleverde kostte 5000 euro. De dorpelingen betaalden voor een belangrijk deel daaraan mee. Een enkeling is niet zo historisch bewust. En toen dachten we dat het een vertillingje was van de fiets. De grote zilverreiger verovert Gelderland. Door de zachte winter is er veel te eten voor de dieren. En het bevalt ze hier in de provincie een stuk beter dan in oostelijk Europa, want er zijn er nog nooit zoveel gezien. Vogelliefhebbers zijn in hun nopjes. De grote zilverreiger, of Ardea alba, zoals de Latijnse naam luidt, is bezig met een opmars in Gelderland. Met name in het agrarisch gebied tussen Duiven, Doesburg en Didam worden er dagelijks opvallend grote aantallen gezien. Ja, ik heb ze juist even geteld. We zien nu ongeveer 75 exemplaren. Dat is een hele grote groep op dit moment in deze regio. Over het algemeen zijn de groepen 10 tot zeg maar 20, ook wat losse exemplaren. Maar we gaan niet te dichtbij, want dan heb je kans dat de vogels opvliegen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vogelliefhebber Raymond Schuurkes telt regelmatig de vogels in dit gebied. Hij is blij met de komst van de grote zilverreiger. Het merendeel komt uit Oost-Europa en die komen hier graag op die groene, sappige weilanden naar dieren zoeken die ze eten. Onder meer mollen, muizen, ja, ook vissen, zoals reigers dat natuurlijk in het algemeen doen. Zeg, ze komen uit Oost-Europa. Moet er dan niet een meldpunt geopend worden voor de vogels? Ja, eigenlijk ben ik nu even het meldpunt, of onze vogelwerkgroep natuurlijk. Wij houden alles bij, dus eventueel napluizen kan ook gewoon via internet over het algemeen. Maar ze hoeven niet terug? Ze hoeven niet terug, inderdaad. Als u dat bedoelt met meldpunt, kunnen we het gewoon zo laten zoals het nu is, ja. Hele mooie buizerd komt eraan. Twee buizerden in de lucht. De laatste 10 jaar neemt het aantal grote zilverreigers in Nederland explosief toe. Landelijk zijn er afgelopen maand ruim 2300 vogels geteld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar september. Dat blijkt uit cijfers van SOVON. En al die zilverreigers laten het hart van de vogelliefhebber sneller kloppen. Het geeft mij een heel fijn gevoel dat ik hier die waarneming doe. En het is ook een soort bevestiging van het feit, je hoort veel verhalen over mooie vogels. En het feit dat je ze zelf waarneemt is natuurlijk een geweldige ervaring om mee te maken. Uniek, en dat blijft uniek. Het belangrijkste is dat we het kunnen delen. En dan gaan wij nog naar het weer vandaag met Britta van Gent. De dag begon vandaag in de provincie op de meeste plaatsen nog veelbelovend met af en toe wat zon. Maar in de loop van de dag raakte het toch echt overal bewolkt en toen viel er van tijd tot tijd ook wat regen. Dat was deze pluk waar we mee te maken hadden. Schoof vandaag van zuidwest naar noordoost het land over. En vanmiddag met name kwamen wij daar dus ook onder terecht. Nou, plaatselijk viel er echt best wel eventjes een flinke plens. Maar vanavond komen we aan de achterzijde daarvan uit en wordt het dus op de meeste plaatsen alweer droog. Dat geldt ook voor de nacht met ook opklaringen. Plaatselijk gaat er wel weer wat mist en nevel ontstaan. En de temperaturen die dalen tot ongeveer 8 graden. Nou, morgenochtend trekt de mist en nevel wel vrij snel weer weg. Ik denk dat we rond een uur of 9 van het meeste af zijn. Daarna komt de zon er goed bij, maar wordt wel afgewisseld met ook wat wolken. Soms wat dikkere plukken, waardoor de zon even uit het zicht verdwijnt. En af en toe wat sluierwolken. Maar het blijft tot de avond droog. Pas laat in de middag neemt namelijk vanuit het zuiden de bewolking geleidelijk toe. En in de avond valt dus regen. Nou, de temperaturen daarbij zo rond de 16, misschien net 17 graden in het westelijk rivierengebied en een wind vanuit oostelijke richtingen veelal zwak van kracht. Nou, ook maandagochtend regent het nog eventjes een tijdje door. Wellicht dat er ook een klap onweer nog bij voorkomt. Daarna komt echter de zon erbij. En in dat zonnetje kan het zo nog maar eens 20 graden worden. Dus echt nog wel een warme dag. Daarna gaat de temperatuur geleidelijk toch ietsjes omlaag. Dan komen we uit rond de graad of 16. En dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. En daarbij een afwisseling van zon en wolken. En wellicht lokaal ook een bui. En dit was Gelderland Vandaag. Ze dachten een fiscaal voordeel mee te pikken door het personeel bij te scholen. Maar de Belastingdienst had geen voordeel in petto, maar een flinke naheffing. Transportbedrijven zijn de dupe. Om welk bedrijf het gaat, dat leest u bij ons op de site. Nog een fijne avond.